als hier in de energiecentrale het ophoudt, dan houdt het ziekenhuis op met werken. Nou, welkom in de energiecentrale van het UMC Utrecht. Dit is eigenlijk een beetje het zenuwcentrum van onze energiecentrale. We voorzien het ziekenhuis compleet van onze eigen stroom. Dat betekent dat er eigenlijk alle twee gasmotoren staan te draaien. Indien dat daarmee misgaat, hebben we nog noodgeneratoren staan. Dus wij kunnen altijd het ziekenhuis voorzien van stroom, zelfs als het gas ermee ophoudt. Achter deze deur hebben we onze dieselvoorraad van het hele ziekenhuis staan. Hier zie je twee tanken. Daar zit op dit moment in totaal 70.000 liter in. Wat voldoende zou zijn voor 2,5 dag draaien. Mocht dat opraken, is het natuurlijk altijd mogelijk om met een vrachtwagen deze tanken weer opnieuw te vullen. In theorie kunnen wij dus oneindig doordraaien met onze diesel. Het stopt hier nooit. We draaien dus 24/7. Op dit moment zitten we in de nacht. We proberen dan zo min mogelijk te doen. Maar vanzelfsprekend storingen en dat soort zaken pakken we meteen op. Het is een typische storing dat in deze tijd van het jaar, het is nu 's nachts is het koud en overdag is het warm, dus dan hebben we deze torens nodig voor de koeling van het bedrijf. Ik kom uit de scheepvaart en ik denk, wat moet ik na de scheepvaart doen? En een ziekenhuis, een UMC, daar ben je wel trots op om daarvoor te gaan werken. Dat is een naam, daar kan je wat mee. De energiecentrale is eigenlijk volledig gescheiden vanaf het ziekenhuis. Wat veel mensen niet weten is dat er drie tunnels vanaf de energiecentrale naar het ziekenhuis lopen. In dat geval, als de corona dusdanig toeslaat en we zouden volledig gescheiden moeten worden van de patiënten, kunnen wij altijd nog de technische laag bereiken. Nee, ik kan niet zeggen dat het coronacrisis voor mijn gevoel iets veranderd heeft in mijn werk. Zorg is natuurlijk altijd belangrijk. Of het nou een open hartoperatie van mijn moeder is of een COVID-patiënt hier die er nu liggen, het maakt niet uit. Het blijft even belangrijk.